Erkel richtte de organisatie Stop Kindermisbruik in 2009 op, samen met Jolante Snijder-Cabau. Zijn belangrijkste taak is geld werven. Erkel was in Mumbai, waar tienduizenden meisjes onder de 16 gedwongen in de prostitutie werken. Ik werk samen met een Indiase partnerorganisatie, die heet de Rescue Foundation. En die gaat echt met informanten in die bordelen kijken van, nou, werken daar minderjarige meisjes, worden die daar ontvoerd, vastgehouden tegen hun zin. En dan sturen de politie erop af en die bevrijdt ze dan. Wat is je het meest bijgebleven? Nou, ik ben zelf in die bordelen wezen kijken, want er zou een bevrijdingsactie komen. Dus we zijn met de politie naar binnen gegaan. Maar ja, op een of andere manier zat daar niemand. Maar dan zie je echt die kleine hokjes van, ja, echt maar 1 meter bij 1 meter 80. Allemaal naast elkaar in triplex hokjes. Nou, ze mogen er dan even uit om te wassen en naar het toilet te gaan. Ja, daar zitten ze gewoon heel de dag en te wachten op klanten. En je moet je ook voorstellen dat je dan volwassen mannen over je heen krijgt. In zo'n smerig hokje. Je weet niet of je er ooit uit mag. Je kan ziek worden. Ja, dus gewoon de hele toestand is wel verschrikkelijk. Jeugdprostitutie komt vaak voor in India. Naar schatting 100.000 meisjes onder de 16 worden gedwongen in bordelen te werken. 25% van hen is besmet met HIV. Hoe ben je er naartoe gekomen om juist je hiervoor in te zetten? Ja, ik heb natuurlijk zelf vastgezeten. Ik ben altijd blij geweest dat mensen hun best hebben gedaan om mij vrij te krijgen. En toen dacht ik, nou ja, dit vind ik zo erg. Ik heb natuurlijk veel ellende gezien in de wereld, maar dit was wel de overtreffende trap. Dat ik dacht, hier ga ik mezelf hard voor maken. De jonge meisjes worden vaak geronseld op het platteland door mensenhandelaars en meegenomen naar de grote stad. Soms worden ze recht uit de bioscoop ontvoerd of uit de schoolbus. Dat is een mooi meisje. En dan met mensenhandelaren vanuit Noord-India, vanuit Nepal, gewoon echt duizenden kilometers verder komen ze dan in Mumbai of in Delhi terecht. Stop Kindermisbruik heeft inmiddels honderden meisjes bevrijd en ondergebracht in opvanghuizen. Als ze zijn aangesterkt, krijgen ze een opleiding of gaan ze terug naar hun familie. Je kan niet het hele probleem oplossen, maar je kan ook nog wel proberen samen met zo'n Indiase organisatie de wetgeving in India te veranderen. Of juist dat de rechters, politie meer uit eigen beweging dat soort kinderen gaat bevrijden. Dus dat is ook nog wel een doel wat erbij komt. Echt gewoon de meiden die we bevrijd hebben een goed leven te geven.